Dag bewoners van de GameStad, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Thief. En Remco is weer helemaal beter. Remco kijkt tegen een fucking lijk aan. Wat kijk je naar mij? Ah, hij kijkt natuurlijk niet, want hij is dood. Holy shit, ik zag zijn ogen knipperen. Maar leuk dat jullie weer kijken. Ik moet even denken waar we waren gebleven. Oh ja, we waren hier gebleven. Wat is dit voor lijst? Transportation of cadavers. Cadavers zijn trouwens lijken, dus zij. Oh, ik wil even kijken eigenlijk wat hierin zit. Let's penetrate that lock. Oké, even kijken. Even doorheen kijken. Want ik wil even weten of we hier nog wat kunnen jatten. Anders ga ik namelijk gewoon naar rechts. Weet je wel, omdat ik dat ding heb. Maar hier, kijk. Voedsel. Dat is altijd handig. Oh, en voor de rest even kijken wat zit hier doorheen. Nou, weet je, hier zit niet zoveel doorheen, dus we gaan gewoon terug. Ja, dit is de vierde aflevering alweer, als het goed is. Ja, vierde. En ik vind het nog steeds leuk om te doen. Een beetje jammer dat ik vorige week ziek was, maar ja, doe je niks aan, denk ik. Een soort van. Dus laten we in de schacht gaan en kijken waar we uitkomen. Wat kun je links dan? Oh, daar zou ik anders langs gaan. En nou ben ik gewoon hier of zo. Oeh, een ashtray. Dat is een, hoe is dat? Asbak. Ja, een asbak. Maar goed. Ik heb echt geen idee waar we heen gaan trouwens. Ik volg gewoon de lead, zeg maar. Ik weet echt niet waar we uitkomen. Ik moet hierboven zijn blijkbaar. Oh, ik denk dat ik al weet wat ik moet doen. Je zegt geen man. Oh, dude, doe niet zo creepy, man. Oeh, wat is dit? Oh, money. Even kijken wat hier nog is. Oh, wat? Zit er niks in? Er zit wel wat in. Waarom pak je dat niet? Deskbel. Het is wel handig om dat soort dingen te jatten, weet je wel. Zo van ting. Ja, helemaal. Klopt, helemaal. Ben ik nou daarboven of zo? Oh, ik ben nou naar boven. Dat is chill. Want dan kunnen we dit in ieder geval mee jatten. Kijk, hier heb je die dode gast wel. Hij heeft loot. Loot! Loot, 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 loot. Hier heb je nog een bekertje. En die... Oh, ik dacht dat dit wat glinsterend was. Oh, jammer. Ik wil weten wat hierachter zit. Ik ga het ook gewoon... Hey! Auw! Oh, non dieu! Dat is... Auw! Nou, kom op. Werk even mee, jongen. Even serieus. Ik weet echt niet waar ik heen moet, jongens. Hierop. En dan daarop. Ik wil weten waar... Ik weet wat weet... Kom op. Huppatee. Ik wil weten of ik... hier deze jump kan maken, eigenlijk. Oh, hier kwamen we uit. I get it. Wat zit er op de hoek daar dan? Helemaal niks. Maar we gaan het niet bekijken. We gaan gewoon... What the fuck? Hij tript hem, zag je dat? Oké. Hold Y to observe. Ja, ik snap dat, maar... Hoe, oh, gewoon... Oh, met een E. Oké, en nu? Oh, shit. Oké, cool. Dus we gaan waarschijnlijk nu naar de plek waar al die lijken worden verbrand. I wonder if a building can be condemned twice. The watcher making a good case for here. Maar ik wil niet verbranden. Nee, dat wil ik niet. Straks, Oh, straks kan een liedje... I came into a burning ring of fire. I went down, down, down. And the flames were getting higher. And it burns, burns, burns. Oh shit, get down. Time to get off. Drop. I prefer being a movie target. Turn down for what? Doop, 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 doop. Gotcha.
Wie, wat, waar? Hè? Nee, er is niemand hier, toch? Een document. Laten we even kijken wat het is. Burmy, you pulled corpse duty. Wat? Oké, okay, wie is Rex? Ik weet niet wie Rex is. Mijn hond heet Rex, maar... Oh, hold still. What the fuck? Die gast is een fucking psycho, jongen, hè? Nee, je ziet me niet, lul. Turn down for what? Dots! Zo! In your... niet in your face, eigenlijk in the back of your head. Maar dat maakt niet uit. En nu? Kan ik weer erop haken of moet ik nog doorlopen? Oh, wacht, hier is ook nog wat. Scissors! Oh, hier heb je een deur. Oké, okay. Even kijken, zit er iets achter? Everybody shopped. Turn down for what? Ik heb elke keer liedjes in mijn hoofd. Ik weet niet waarom. Ik ben vandaag een keer in een goede bui, denk ik. Gewoon lekker liedjes luisteren en zo, weet je wel. Ik zou proberen zo snel mogelijk hier doorheen te gaan trouwens. Want het staat echt helemaal nergens op. En ik moet eigenlijk weer meer praten. Maar ja, ik weet niet zo goed waar ik over moet praten. Ik maakte trouwens laatst wat raas mee. Jullie kennen allemaal Omegle wel, hè? Nou, ik denk ik heb een nieuwe webcam. Een beetje kloten met Omegle. Oh ja, dat heb ik nog niet eens verteld. Ik heb een nieuwe webcam. Zo, nou, full HD in your face. Oké. Okay. Anyway. Auw. Dat is glas. Maar wat ik dus wou zeggen. Want ik dwaal weer af. Dus ik zat op Omegle. Nou, bla bla, heel leuk en aardig, weet je wel. En dus op een gegeven moment kom ik zo'n klein jochie tegen. Ik weet niet of die kijkt. Als hij kijkt, leuk dat je kijkt. Maar... Wat? Hè? Iets zei me dat ik werd gezien, maar ik weet niet hoe. Maar goed, waar was ik? Oh ja. Dus wat ik dus wou zeggen was zo van... een beetje kloten, weet je wel. Deed ik licht uit. Maar toen zag ik dus op een gegeven moment zo'n ventje en zei... Ik ben raar. Ik zei, hoezo ben je raar dan, weet je wel? Dus ik zei zo van, zij zegt zo van, ja, kijk maar. Dus die gast die staat op, jongen. Die duwt zijn broek naar beneden. En ik denk, what the fuck is dit? Wat? Die gast die probeerde gewoon, je weet wel, te laten zien. Ik denk, oké, gast, doe even normaal. Maar ja, het schijnt dus allemaal heel normaal te zijn. Of zo. Ik weet het niet. Heel raar, ik vond het allemaal maar vreemd. Ik vond het allemaal maar creepy en stuff. Nou, ik kan hier dus niks vinden. Ik denk niet dat hier echt veel bijzondere shit zit. Dus we gaan... met control ga je er voorzichtig overheen. Oké, okay, I get it. Ik denk al, ik was die knop vergeten. Goed, dat dus. Unscrew that shit. Hey, een loop. Loop da loop. Maar ik moet zeggen, ik vond het best wel raar en vreemd en mindblowing, zeg maar. Waar gaat dit toch helemaal heen, joh? Ik ken dit helemaal niet. Eén ding weet ik wel. Money, money, money. Money, money. Ik doe heel voorzichtig. Ik moet even luisteren. Of ik geen gekke geluiden hoor, zeg maar. Maar anyway. Rimco, schiet toch op, man. Wat wou je toch zeggen? Ja, dat was dus mijn Omegle verhaal. En dan hebben we hier en daar nog een mens gesproken. Lachen, man. Lachen, man. Oké, okay. Dus dat was mijn Omegle verhaal. Hebben jullie nou ook zo'n raar verhaal? Laat even weten in de reacties, lijkt me wel geinig. Want ik bedoel, op Omegle zitten natuurlijk heel veel vieze fappets, om ze maar eventjes zo te noemen. Maar, ja. Dit was gewoon een klein jochie van 12, zo van, ha, wat? Oh my god, ik sta ook... Huh?
Oh, die gast staat. Er staat daar iemand te slapen of zo, of wat? Maar ik weet niet hoe ik dit moet oplossen, want er zijn daar heel veel mensen, hè? Oh shit. Maar ik wil dus even weten, hoe ga ik dit doen? Want is daar een gast? Die gast die gaat nu derpen of zo? Hier staat ook een gast, maar daar kan ik dus sowieso niet bij. Dit is echt heel kut. Ik weet niet wat ik moet doen hier. Kijk, ik heb maar weinig arrows en shit. Dus sowieso als ik één keer schiet, ben ik de Sjaak. Hoe ga ik dit doen, man? Kijk, hem zou ik eventueel wel kunnen killen of zo, maar... Wat, even kijken hoor. Wat zijn... Oh, dat zijn die fire arrows, hè? Weet je, ik ga gewoon YOLO, jongens. Anders duurt het allemaal te lang. Ik schiet gewoon die gast zo. Voor zijn dikke hasses. Stand still, you son of a fucking bitch. Nou, blijft hij nou nog stilstaan of wat? Nou, kom. Ja, help dan. Ik moet ze een beetje gek maken, denk ik. Denk ik. Zie ze kijken ook, hè. What the fuck is going on? Poef. Nee. Good to be a lifter. Nou, kom op. Crap. Where did that alarm? Even kijken. Nou is hij daar weg. Nu is het misschien slim om ergens een knop aan te raken. Oh, ze zijn met veel, jongen. Holy shit. Dat lijkt net een groep. Oké, nee, dat mag ik niet zeggen. No matter where he hides, I'll find him. Well, I guess you're not gonna find me anyway. Kijk hoeveel mannetjes, jongen. Dat is niet normaal. Nothing. He must have slipped away. Don't let your guard down. Even die uit. Don't let your guard down. I'm in danger, somebody help. Nee. Jullie gaan allemaal knock-out, jongen. Oh. Oh shit, gaat hij dat licht nu aandoen of niet? Oh shit. Nou, ga je deze kant op komen dan, of niet? Jongen. Is dit zo raar? Huh, ik zie jou iets. Oh, ik zie helemaal niks. Er zijn veel te veel mannetjes hier, man. Wat is hier dan? Oh, hier is niks. Kutje. Nee, dit wil ik juist niet. Oké. One more time. We gaan die uitschieten. Oké, dan gaat hij waarschijnlijk naar die knop proberen te komen. En takedown! Bots! Niemand hier hoor.
Nope. Hij keek me recht in de ogen aan. Hoe kan hij me niet zien? Echt, what the fuck? Desnoods ziet hij die gast die knock-out is. Echt heel raar. Heel fucking raar. En die ene gast die loopt daar ook rond natuurlijk. Maar een van hun gastjes is knock-out. Als je nou even de andere kant op gaat kijken. Kom op, kom op. I know you can do this. Oh. Wauw, niemand kan me zien hoor. Nee. Absoluut niet. Die kan ik in ieder geval pakken. Dat is money. Ik denk dat deze deur hem dicht doet. Dan is hij niet meer zo veilig in ieder geval. What the fuck? Someone there. Step out where I can see you. What the fuck? Who the fuck heeft hij me niet kunnen zien? Dit is echt wauw. Oh, er ligt daar glas. Oh. Oh. Nope, je ziet me niet. Still not seeing me. Take down! I'm back. Oh, hij heeft geen money. Maar ik zag dus in één keer hier. Waarschijnlijk zijn dat broadhead arrows. Blunt arrows bedoel ik. Zit hier nog wat? Oh, hier zit zo'n kast of niet? Quick save, motherfucker. Hoe laat is het nou? Ik weet niet eens hoe lang ik al bezig ben. Al best lang zo te zien. Maar ja, maakt niet uit. Oké. Okay. We gaan even kijken hoe ik hem kan knock-out kan krijgen. Hey, someone sneaking around. I saw someone in the shadows. Gods! Gods! Er zijn geen gods. Knock-out. Wat? 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 The fuck? Kan ik hem aan die haak gooien? Ik wil hem aan die haak gooien. Fuck it. Ik weet niet wat de fuck dat was, maar... Ja, geluid. Wat staat hier? Deadlist. Oh, hij noteerde al... Oh, kut. Ik moet opschieten dan. Oh, nee, tuurlijk niet. Want niemand leest dat zo 1, 2, 3. Pile of coins. Loot. Give me that loot, baby. Oh, deze gast heeft natuurlijk fucking veel money. Oh, valt wel mee. Oké, maar ik denk dat ik hier weer vanaf hier weer verder moet aan de haak of zo. Oh my god, die luiden zien er echt zo gaar uit. Dat is niet normaal. Oh, maar hier heb ik nog een kist trouwens. Dat zie ik nu pas. Wat zit er in de kist? Arrows zo te zien. En gear. Nou, leuk. Ik denk echt dat ik weer aan die haak moet zometeen. Tempo, bitte, duurt lang. Woep. Heb je ook altijd zo'n last van hangjongeren? Oké, dat is echt flauw gewoon. Kan ik die gast takedownen vanaf hier zo, denk je? Zal ik eens kijken voor de lol? Oh, nee. Niet. Ik wil eraf. Kan ik eraf? A, B. Nee, 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 nee. Ik wil niet verder. Nee, ik wil terug. Oh my god, nee. Son of a fucking bitch. Damn it.
Hoe ga ik nou terugkomen? Ik zag heel veel potentiële loot. Motherfuckers. Nou, voor mij mag ik niet doodbranden hoor. Jongen. For a dead man, Cornelius is proving hard to catch. But I'll have to if I'm to pawn that ring. Oh, hey, one at a time. No pushing. Oh my god. Things ain't going anywhere without you. Oh ja, dead body of Cornelius. Zo moet ik vinden. Zwaar ook, ja. Wat? Oh, ik schrok me de tering. Oké, cutscene for the win. I don't care if your mother's got the fucking clone, she's not coming to live with us. Ik snap het niet. Oh, hier! Waarom loopt die gast mank? Stumper. Oh! Oh, dat is die gast van de allereerste aflevering. Taker General Sir. There you are. Hier, dat is Cornelius. What the fuck? What did this body have on it? Nothing. Nothing. No, I was just gonna get another body when you came in and took over. You know, I don't ask for much. Respect. A stiff drink. What the fuck? Dit is echt fucked up. Hij is al cold. Dood. And for my men to do what they're fucking told. Whoa. Put his body in the furnace and check it for coin. No point in wasting a bolt. Robbing the dead of their valuables and their dignity. Jesus. A thief taker general exceeds his own reputation. Time to steal that ring back. Ja, inderdaad, helemaal mee eens. Even kijken, wat is dit? Stripping procedure. Remove any clothing. Check inside the boots. So new jewelry inside the collection tray. Don't forget inside the mouth. Throw corpse and remember you will be searched at the end of shift. Lol. Ja, met andere woorden, die ene dude die loopt gewoon. The general wanted that ring, all right. Nou, dat was easy. Dat was één down. Oh shit, hoezo ziet die gast wat? Wat? Komt er geen kut van. Hij kan hem niet in de furnace gooien, dat is jammer. Zo, die zit in het donker. Dating in the dark, all alone. Zit er nog meer op deze gast? Nee. Zoom, boom. Woep, sneaky, sneaky. Ring. Bracelet. Coin, hier, coin. Oh nee. Scissors. Ah, ik kan die lui niet killen ofzo, dus ik moet het denk ik gewoon zo lopen. Find another way into the office. Ja, hoe dan? Maar even hold A. The ring. Too much to hope that he cleaned it, I suppose. Oeh. Oké, maar hoe kom ik daar dan? Oh shit. Hij gaat hier natuurlijk uitkomen. Of niet?
Oh, hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Snel hier naar boven in de schacht. Ik zal proberen even dit snel af te maken, jongens. Want dan kunnen wij, zeg maar, zeggen van... zo van, ja. Wauw. Dit is echt de makkelijkste weg ooit. That's a strong bunks. Another of the Baron's improvements, perhaps. Hoe eet ik ook weer? Q, Z, X. Nee. Jongens, daar was ik weer. Er ging iets fout. Ik heb nu gefixt dat mijn hotkeys zeg maar niet meer kutten. Maar ik ben zeg maar nu hier. Ik kwam daar via... Daarboven geloof ik. Of zo. Ik kan niet meer terug geloof ik. What fuck? Oh ja, via dit raam kwam ik. Basically, ik heb die ring gejat. En één of twee gasten knock-out geslagen. En toen moest ik hier. En toen was ik dus hier zo. En ik probeerde dus verder te komen dan dit. Maar kijk, hij doet niks. Misschien dat ik gewoon zo moet doen of zo? Nee, ook niet. Oh, en dan doe je niks. En dan is het in één keer... hold E. Oké. Heel bijzonder. Nou, Remco heeft het gehaald. Lol. Snel. Erin. Oké. Daar gaat iemand in, denk ik nu. Kan ik eruit bargen, denk je? Even kijken wat hij gaat doen, hoor. Wow. Ja, gaan we mooi even kijken, jongens. Ga jullie maar mooi even kijken waar ik ben. Daar ook, kut. Oh, ze hebben een hond daar. Oh, je kan je onderdoor. Lol. Wat is dit dan? Water arrows? Choke arrows. René! Rennen voor je zak ge... Oh, wat? Oh, zeker wel. Wow, wat? Ik ga in één keer omhoog, like what? Maar jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Dit is weer een fucking mooie aflevering geweest. Het is een hele lange aflevering geweest. Kijk hoe lang ik ben bezig geweest met een gekut, jongen. Ik denk dat ik het er heb uitgeknipt. Ja, ik weet wel zeker dat ik het er heb uitgeknipt. Handig. Ja, lift all loot items. Weinig, hè? Combat takedowns. Nou, ik kan niet combat takedownen, want ik heb die dingen niet. You used aggressive actions. Ja, maar dat doet bijna iedereen. Ik vind het prima geweest. Like even deze video. Motiveert me enorm. Wil je nou vaker dit zien? Abonneer dan even. Zodat je sowieso weet dat ik elke maandag die video erop heb staan. Nogmaals bedankt voor het kijken. En zie jullie later. Ciao.